Ik zal me even voorstellen, of in ieder geval ook voorstellen wat het hele kleine tekentje van dit boekje achterop staan voor Stichting Cultuursupport Pijnlijk en Noodhoorn. We zijn nog niet zo bekend, maar het bestaat uit Sjaak Oudshoorn en Hans Kerklaan en mijn persoontje. Mijn naam is Erik de Vaart. En ja, bij toeval eigenlijk ben ik een beetje gekomen in de buurt van Corrie. Want ik ken de Corrie helemaal niet. Maar Wim daarentegen, die ken ik wel. En de filmpjes die ik met Wim maak, doen mij groot genoegen. Dat heeft ook alles met persoon Wim te maken. Het is een serie Pijnlijk in Beeld. En het was Wim zijn idee om, nou ja, mijn zus Corrie, die kan ook leuk vertellen. Is dat ook? Prima. En Wim vertelt een beetje daarover. Ik zeg, dat klinkt heel goed. Dat is een heel goed idee om daar een filmpje te maken. Want dan hebben we en Delfgauw en Pijnlijk een keertje samen. Dat hebben we nog niet gehad. Leuk. Dus ik maak kennis met Corrie. En ze laat wat van haar dingen zien die ze geschreven heeft. Nou, de meeste mensen van de familie Meijer weten wel dat ze dat aardig kan. Om het maar even voorzichtig uit te drukken. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk zonde. Er komen zo weinig boeken uit. Zeker over Delfgauw. Het was toch zonde om daar niets mee te doen. Toen hebben we eigenlijk à la minuut het plan gewijzigd. En het voorstel gedaan. Corrie, zou jij hier een boekje van willen maken? Nou, het overviel Corrie wel. Nog geen slapeloze nacht. Ik zou er ook nog komen, hè, Corrie. En nou ja, het was eigenlijk niet veel meer dan... Jij schrijft zo gemakkelijk, dan zou je eigenlijk gewoon maar jaloers op worden. Dus dat was heel snel geregeld. Nou, toen ging het hier nog om één dingetje. Het zou ook leuk zijn als het dan uitkomt. Toch wel de bedoeling was voor de zomer, maar ik heb begrepen dat jouw zus Toos uit Amerika deze twee weken over is. Dus nou ja, dan gaan we alles op alles zetten dat het ook gaat lukken. Goed zo. En, ja, dan is het even de krachten verzamelen. En de opmaak is bijvoorbeeld gebeurd door het goede maat van Marcel Mulhuizen. Die is weer overigens familie van der Drift. Zoon van de overkant. En dan liggen we daar weer. De druk, letterlijk en figuurlijk, kwam te liggen bij Fred Onderwater. Corrie, hij verzekerde mij zelfs, hij is nu niet hier aanwezig. Ja, daar zit hij! Ja, daar is hij! Ja, Je ziet Jij hebt het over het hoofd. Jij verzekerde mij
Ja, maak geen zorgen. Het is echt wel op tijd af. Want als ik het niet op tijd af heb, dan wordt mij nog jaren nagedragen door de familie. Ik dacht, dat is mooi. Hebben wij wat meer tijd. Maar goed, vakwerk Fred, klasse. En nou ja, ik weet niet waar Marcel zou gaan staan. Ja, met aan de bar. Maakt ook niet uit. Nou ja, ik ben uiteraard ontzettend blij ook dat we heel graag iets met de kleur wilden voor de omslag. Dat het schilderij van Wim zich daar wat mij betreft uitstekend voor leent. En nou ja, dat Wim meer dan gemiddeld goed kan schilderen, dat wisten we eigenlijk al. Nou ja, vandaar dat het leuk is om dat nog even te bevestigen. En volgens mij, Wim, heb jij het schilderij ook bij je. Joh, dat toch? Ja? Ja, dat mag niet. Zet haar, ja. In die vuilniszak. Ja, die stel niks meer voor. Wim, fantastisch bij jou, daar ben jij veel te bescheiden voor. Kan helemaal niet, man. Applaus vragen. Het applaus komt zeker vanmiddag en op de komende tijd, uiteraard, Corrie toe. Ik vind het nogmaals bijzonder leuk geschreven. Je anekdotes zijn door meer mensen al gewaardeerd. En aan de publiciteit die nog gaat komen, moet je misschien een beetje gaan wennen. Ik heb vrijdag gebeld op het Algemeen Dagblad, hè? Ja. Nee, ja, precies. Maar kijk, Corrie, louter complimenten, dat wend er maar aan. En aan jou ook. Nee? Overigens, je hebt eigenlijk echt wel een beetje een zwarte versie van Grace Kelly. Nou. Oh, ja. Wie? Welke foto? Oké, Corrie. Ga je dan. Wie had ooit gedacht dat ik op mijn leeftijd nog eens een boekje zou schrijven en het ook, wat ook nog wordt uitgegeven? Beroemd en rijk zal ik niet van worden. Maar het is wel leuk dat het in Amerika en in Australië wordt gelezen. Want het is zeker weet. Toen Erik mij vroeg of ik wilde schrijven over mijn jeugd en tienerjaren, dacht ik, die is daar nu in geïnteresseerd. Ik heb nooit iets bijzonders gedaan of iets geweldigs beleefd. Maar toen ik bewust aan anderen over vroeger iets vertelde, kwamen er steeds een heleboel verhalen los die bij anderen zich weer in herkenden. En toen dacht ik, laat ik het toch maar proberen. Van de week hoorde ik op de radio een bekende Nederlandse schrijver die vertelde dat hij er 3 tot 4 jaar over doet om een boek te schrijven. Maar ik kreeg van Erik nog geen 3 maanden, vandaar dat het niet zo digibel is geworden. Maar ik dank Cultuursupport voor de kans die ik kreeg om dit boekje te schrijven. En tevens dank ik mevrouw Franso voor het beschikbaar stellen van de foto's van Oude Delft-Gouw. Maar zeker wil ik mijn broertje Wim bedanken, die mij met raad en daad heeft bijgestaan. En als het ware een doopjong was tussen Erik en mij. Op de omslag van het boek staat de afdruk van een schilderij van Wim die hij maakte van ons moedertje. Een vrouw die ik zeer bewonder, altijd bezig voor haar grote gezin, die ondanks crisis, hoogstijd, geldgebrek en zorgen er toch in slaagde voor ons een warm nest te creëren. Ik denk wel, Wim, als het schilderij zou zien, ze beslist verwijtend zou zeggen, Wim, had je niet even kunnen waarschuwen? Je had een haarige kant en het wordt haar uitgetrokken. Wim, als dank voor je inzet wil ik jou graag het eerste exemplaar van Dat Was Toen aanbieden. Weer applaus.
Het zweet een beetje. Ik ook. We plakken aan de kruis. Aanmaak. Alsjeblieft, het eerste exemplaar. Het is geen tweede, het is geen tweede. Sorry, Michel. Proceer, Wim. Gaat het weer? Ik heb boekje laten zien. Moet je boekje laten zien? Even naar de camera kijken. Die man die wil onze foto hebben. Ik kijk ook dat ze zo. Oh, die zweet drukken op mijn voorhoofd. Ja, dat zie je. Die boete is wel weg. Dank u. Sorry, Jan. In januari 1935. De eerste dinsdag van de maand. De eerste dag van het nieuwjaar. Een nieuw leven werd op deze dag gegeven, want voor jouw oma stond er een mooi liedje klaar. Je vier jongens spraken op rij, dat was voor jouw vader en moeder best een heel karwei. Maar met zo'n slimme grote zus konden er misschien ook wel wat broers en zussen bij. En inderdaad, het mooie liedje werd nog 9 maal gevuld. Dat vergt dus niet alleen een heel hoop hulp, maar ook een heleboel geduld. Jij was er altijd en stond klaar voor het hele gezin. Maar door al dat zorgen zat mijn schoolgaan en hard leren er voor jou helaas niet in. In plaats daarvan kon je met werken en deed je daar ook keihard je best. Om vervolgens na een lange dag weer terug te komen in een warm en gezellig nest. Heel wat jaren later ontmoette je een man van je leven en stapte daarmee in de huwelijksboot. Samen vormden jullie een prachtig gezin en brachten 3 kinderen groot. Inmiddels, vele jaren later, ben je zelf oma van 3 kleinkinderen, ook al lijkt het dus ons wel 8. En binnenkort word je zelfs overgrootoma. Wie had dat nou verwacht? Ondanks jouw drukke bestaan was er niet ineens wel genoeg tijd en kon je je energie en kwaliteit in een grote droom kwijt. Een boek schrijven op 81-jarige leeftijd, dat is behoorlijk uniek. En ja, daar sta je dan ineens als BN'er tegenover al dit publiek. Het is dus wel gebleken over hoeveel talent je eigenlijk beschikt. Lieve oma, wat ben ik ontzettend trots dat je dit hebt geflikt. En dan nog een kleine geitje. Om alles te signeren. Dat is natuurlijk wel. Temperatuur loopt op hier. Ja. Nou, mensen kunnen nu alvast het eerste gedeelte gaan afronden, want iedereen heeft daar buiten of wil wat drinken of wat dan ook. Maar het boekje is behalve natuurlijk bij Van Atten en bij Bruna en bij Moortje, ook vanaf volgende week bij Jotronics, maar toch in Delft gaan we in ieder geval, waar geen boekhandel is, wel een adres, waar het ook te koop is. En het is natuurlijk hier te koop. En ja, voor een soort verrassing, voor deze gelegenheid speciaal, krijgen jullie een boekje bij, gratis, voor niks, van Cultuursupport. Ook een applaus waard. Het eerste boekje wat we uitgebracht hebben, 2 jaar geleden, toen bestond de gemeente Pijnlijke Noordenoord, 12,5 jaar. Inmiddels natuurlijk ook, Delfgouw is even prominenter vandaag. Maar er staat in het boekje ook een foto van de post van de Beurstraat. En dan staat hier ook, dat is volgens mij ook wel een aardig huisje hier op de Kerkweg. Oh ja, Jan. Eenmaal krijgen we het gratis bij aanschaf van een boekje. 5 cent kost dat, 5 cent. Oké. 10 cent, makkelijk. Ja? Nou, mijn zussen en broers uiteraard krijgen van mij een gratis boek. Applaus. De neven en nichten. Ja. Doe je best. Ja, jullie kunnen bij mij in het kopen. 2 boeken voor 10. Ja.
Stamhouder. Schrijf nou zo lelijk. Ja, dat je verbetering ziet. Ja, schapen. Ja, maar het is altijd zo'n heerlijke. Ja, waar? Waar? Ik heb een goede bezoeker. Ik ben een zus. Ja, nou, ik zei van moeder tegen. Kom hier, dat. Ah, Mattie, dat met de ballen te hebben. Ja. Ik zag bij mij binnen en ik ga. Zei ze, nou, welke auto is het rustig niet? Zo. Geef het, zit hij nog. Hij zegt, hoe lang is hij? Weet je dat? Geen huis? Weet je wat het is? Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is wel. En dat is echt zo'n uitdrukking geworden, weet je wel. Als er dan weer eens iets fout ging. Het is ook nog officieel bij Miruna. Ja, maar ja, nou ja. Ik ben er met het CK daar, dat 6 uur gesproken. Nee, dat maakt niet.
volgende groep. Ja, dat zou ik een lekker gezegd hebben. Gaan zitten. Toch wel, hè? Ja, maar pa is wel thuis, hè? Want ze komt dan voor de deur. Ja, zeker.